Ik ben bij een klant die zijn huis aan het opknappen is. Alles afgebroken en nou weer alles weer nieuwe dingen erin. En nou had hij van een kastdeur had hij een gewone deur willen maken. Dat werd de ingang van de slaapkamer. En de ingang die daar vlak naast zat, die was dichtgemaakt. Dus nu heeft hij een muuropening en aan mij de vraag was, maak er een kozijn in met een deur. Nou zijn er van die deuren, binnendeuren met kozijn die je zo compleet kan kopen. Rond de 200 euro. En ik denk, nou als dat past, dan is dat lekker makkelijk. Maar het leven zit zo niet in elkaar. Dat snap je. En ik ging even kijken. Nou, alles was mooi schoon weggehaald. En hij vertelde dus dat dat een kast was, een kastopening. En die hebben meestal hele smalle deurtjes. En dat was hier ook het geval. Dat het eigenlijk een opening was die een beetje aan de kleine kant was. Dat is punt 1. Punt 2 is dat die muur die staat ontzettend uit het lood. Dus ja, ga je nou een kozijn maken naar de muur, dan staat dat kozijn uit het lood. Met het risico dat die deur, als de hangkant uit het lood is, dan slaat die dicht of hij gaat automatisch open. Dus ja, hij blijft niet stilstaan halverwege. Ik heb er wel eens een timmertip, heb ik daar aandacht aan besteed. En nou, moesten stukken door nog komen. Dus ik wist niet de precieze mate van de dikte van de muur. Want ik moet een kozijntje maken. Dit moet de dikte van de muur. En nou, dat zijn we gaan schatten. En we hebben erover gepraat. Over zullen we dat probleem van dat dichtvallen of openvallen. Moeten we dat oplossen? Nou, toen heb ik even gecontroleerd met een waterpas hoe die muur staat. En nou, dat was met zo'n kort waterpassie, maar dat scheelde al zo'n stuk op die lengte. Dus dat is enorm dat die uit het lood staat. Dus ga je dat corrigeren in het kozijn, dan komt die deur eigenlijk een beetje scheef in dat kozijn te staan. Maar dat ga ik niet halen. Dus dat probleem kan ik er niet uithalen. Zo scheef is het. Ja, helaas pindakaas, die deur die is zo. Maar als ik dat als aannemer niet van tevoren met mijn klant over heb, dan en de achteraf blijkt dat zo te zijn, dan gaan ze klagen. Dan zeggen ze, jij hebt geen goede deur gemaakt. Nee, die optie is er dus niet. En dat heb ik ja, met die klant over gehad. Toen ben ik gaan nadenken. Ik denk, het kan van vuurhout in ieder geval. Ik maak een simpele bind, dikte van 7... Dikte van de muur zo'n 90, geef zo'n 5 mm meer. En dan kan de stucadoor daarop aan stuken. Die 5 mm krijgt hij van mij cadeau. En dan, maar zo'n stucadoor die wil natuurlijk wel dat de kozijn erin staat als die gaat stuken. Dat is lekker makkelijk voor hem, kan hij dat kozijn aanhouden. Dus wat is er dan? Dat heeft met mijn afspraak te maken. Ik moet zo snel mogelijk, voordat die stucadoor er is, moet ik dat kozijn erin maken. En dan hadden we ook nog over de smalle deur. Het was een deur van ongeveer 63. Ik denk, ja, is dat nog in de handel? Het was natuurlijk een kastdeur. Dus ik kwam bij de houthandel en die hadden 63 bij 2,11,5. Dus de hoogte, hij is iets kleiner dan 2,11,5, maar dan kunnen we eraf zagen. Dat is geen probleem. Maar die 63 vind ik wel belangrijk, anders moet je er weer een stukje aanlijmen of je moet van die deur en die is al hol. Dus dan kom je van het ene probleem in het andere, dus die 63 die wil ik wel. Nou, dan dat is er en dan krijg ik een dikte van een stijl van 7 centimeter. Nou, dat is mooi. Dan heb ik nog een paar millimeter zelfs over om een naadje te maken tegen de muur en dan doe ik daar peurschuim tussen. Dan staat hij lekker strak tegen de muur. En een paar ankers erin. Maar hard kloppen met die deur mag natuurlijk niet. Maar het is een lichte deur. Dus dat zal niet zo'n probleem opleveren.
Nou, en dan dat zet ik met de vloer gelijk en dan komt er nog een stofdorvel onder, een beuken, want het is standaard in de handel. Het is zo'n beukendorpel. Als ik bij de houthandel ben, dan neem ik zo'n dorpel mee en klaar. Nou, en dit is mijn plan. Ik heb alle dingen die ik heb nu over heb gehad, heb ik hier in een plan samengevat. Ik heb die maten zitten uitrekenen, wat moet ik nou hebben. En eigenlijk maak je hier vandaan nog een uitrekstaartje. Nou is het vrij zacht hout, dat vuurhout. Dat zie je wel, als ik erin schroef, dan gaat hij er zo in. Nou zou je zeggen, waarom ga je dat voorboren? Ik ga dat doen, dat eerste stuk voorboren, dat hij namelijk die twee aan elkaar trekt. En dan komt hij hier min of meer los te zitten en dan hier de schroefdraad. En dan trekt hij hem helemaal naar elkaar toe. Nou, ik heb hem nou aan elkaar geschroefd. En nou kan ik hem ook zo vervoeren natuurlijk. Dat zou mooi zijn. Maar ik moet nog een deur vervoeren. Of dat die komt later. Ja, ik kan hem wel in elkaar laten zitten tot morgen. Klaar is het. En ik doe hier geen lijm tussen. Dat vind ik niet nodig. Dat ligt er bovenop. En als dit krimpt, dan gaat dat dus niet hier los krimpen. Want hij zit aan de bovenkant. Met peurschuim aan de bovenkant zit hij dicht. En verankering maak ik in de stijlen, niet hierin.
Dus. En nou maak ik nog een paar latjes daar overheen dat hij op breedte blijft. Dat je makkelijker kan oppakken. En dan doe ik er voor de rest niks aan. Ik zou hem nog kunnen schuren. Maar dat kan later ook altijd nog. Aan de binnenkant is die, ja, geschaafd. Ja, maar hier komen nog latten op om een sponning te maken voor de deur. Maar dat doe ik later. Dus dit is nu klaar. Twee latten erop daar. Dat hij op breedte blijft met vervoeren. En dan kan ik hem er zo in zetten als het goed is.